Hallo allemaal, ik ben Alita en hartelijk welkom bij de 68ste aflevering van mijn creatieve podcast. Ontzettend leuk dat jullie weer mee gaan kijken met de projecten die ik in de afgelopen periode heb gemaakt. Nou, en ik wil beginnen eigenlijk met een heel leuk berichtje, want in de afgelopen periode ben ik de magische grens van 1000 abonnees op mijn YouTube kanaal overgegaan. Dat is gewoon onvoorstelbaar dat ik zoveel trouwe volgers en kijkers heb. En ik weet dat doordat ik best wel een gevarieerd aanbod op mijn kanaal heb, dat sommige mensen bijvoorbeeld alleen naar deze afleveringen kijken en anderen bijvoorbeeld alleen naar mijn verfvideo's of mijn papiervideo's. Maar dan nog is het wel ontzettend leuk om dit aantal te bereiken. Dus ontzettend bedankt ervoor. En ik zat de hele tijd te denken van wat kan ik nu doen om jullie te bedanken. Nou, sowieso wil ik dus een leuke giveaway doen in deze video. Nou, er zit sowieso een tasje in naar eigen keuze. Op mijn Instagram heb ik een highlight in mijn stories met projecttasjes. Die zijn allemaal nog te koop en daar mag je er eentje van uitzoeken. En dan mag je zelf kiezen of je een klein, middel of groot wilt. Verder zit er een loom naar keuze in wit of in zwart. Die je zelf kunt versieren om een wandhanger te maken. In mijn vorige aflevering liet ik zelf wat voorbeelden zien die ik ermee heb gemaakt. Maar ook op Pinterest kun je heel veel leuke ideeën zien. Dan zit een patroon in van de diplodocusjaal van mij. Een paar minis die ik zelf heb geverfd en leuke neonkleuren. En nog wat andere leuke verrassingen. Ik wil het zo gevarieerd mogelijk maken en dat je ook meer hobby's die ik graag doe, dat je daar iets van meekrijgt. Dus het kan ook zijn dat er iets met papier en dergelijke in zit. Maar dat heb ik nog niet helemaal bedacht. Oh, en ik doe er ook wat zakjes Kool-Aid in. En met die Kool-Aid kun je zelf wolverven. Dus ik probeer een zo gevarieerd mogelijk pakketje ervan te maken. Dus dat pakketje, dat wil ik graag aan jullie verloten. Gewoon als dank dat jullie kijken en volgen, abonneren. Ontzettend leuk. En het is dus zo, aangezien ik niet altijd van tevoren kan zeggen hoe lang het duurt voor een nieuwe aflevering wordt opgenomen, wil ik gewoon een datum stellen waarvoor je hieronder op de video kunt reageren. En ik denk dat het is vandaag nog eind augustus. En ik denk als ik nu afspreek voor 15 september. Dus als je voor 15 september een reactie achterlaat op deze video. En waarin je zegt van dat je graag mee wil doen. Dan maak je dus kans op deze giveaway. Nou, ik heb natuurlijk nog veel meer leuke dingen om te laten zien. Dus laten we daar snel mee aan de slag gaan. En ik wil beginnen met wat ik op dit moment draag. En dat is mijn Love Note waar ik de vorige keer mee bezig was. De wol die ik hiervoor gebruikt heb zijn twee draden. De ene draad is een zijden draadje in een middenblauwe kleur van Bart & Francis. Dat is een Belgisch bedrijf die ook vaak op beurzen staat. En ik had aan één streng voldoende voor de hele trui. En ik zal ondertussen ook wat foto's invoegen waarin je de trui in zijn geheel ziet. Want als ik nu ga staan, dan zie je waarschijnlijk toch niet helemaal. En het andere draadje is de prachtige koi pond van Colorful Creativity van Caroline. En ik vind het ontzettend mooi, want het garen is van zichzelf natuurlijk variegated, wat drukker. Maar door die middenblauwe kleur van het zijde wordt hij toch wat rustiger. Deze versie is wel iets minder zacht dan als ik bijvoorbeeld een draadje, soms een zacht mohair draadje of een zacht alpaca draadje had gebruikt. Maar voor deze wilde ik gewoon een wat gladder effect. En zoals je ziet, ik heb dus in deze langere mouwen en ik heb ook het lijf verlengd. Ik heb het lijf wel iets langer weer gemaakt dan het patroon met ongeveer 2 à 3 centimeter. Dan vond ik hem net even iets fijner staan bovenop een broek. Maar ik ben ontzettend blij met het resultaat, met de kleuren. En zoals ik de vorige keer al liet zien, had ik ook twee strengen met decay weight
voor een truitje te maken voor mijn nichtje. En die is inmiddels ook klaar, die is inmiddels ook gegeven. En daar heb ik wel een versie met korte mouwen van gemaakt, maar ook bij die versie heb ik het lijf iets verlengd. En die is gemaakt met de wol van Truly Hooked. En die is enkeldraads gebruikt, omdat het dus een dikke garen was. En ik merkte wel dat die weer flexibeler was dan deze trui, omdat het gewoon een heel flexibel woldraad is. En wat ik hier dus een zijde draad in heb gebruikt, wordt hier wel ietsjes steviger van structuur. Dus daar kun je wel verschillen in zien. Nou, ik heb voorlopig, vind ik wel, even voldoende love notes gemaakt. Ik heb er nu in totaal 4 gemaakt. 3 met korte mouwen en een wat cropped lijf. En eentje dus met langere mouwen en een lange lijf. En nu wil ik heel graag vesten gaan maken. Alleen, ik kan niet kiezen. Ik heb mijn hele computer al doorgezocht van alle patronen die ik heb en dergelijke. Maar ik kan op dit moment niet eens kiezen welk garen, welke wol ik ga gebruiken. Dus in de tussentijd heb ik allemaal andere dingen gedaan en die ga ik nu laten zien. Nou, ik heb sowieso, ik liet net even die looms zien van de giveaway. Maar behalve dat heb ik nog meer met de 3D printer gedaan. Mijn man trouwens ook. Mijn man is bezig met een bouwpakket van een dino. Die zie je hier zo achter mij staan. Hij is nog niet helemaal compleet. Hij moet nog een deel van de ribbenkast en volgens mij de ene poot is nog niet helemaal compleet. Maar die zit hier samen onder toezicht van mijn zoontje zitten die in elkaar aan het zetten. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze hem samen in elkaar gingen zetten, maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Maar dat heeft hij dus aangewerkt. Ik heb een gepersonaliseerde niphouder gemaakt. En als je daarna vraagt, wat is dat? Nou, een vriend van me die doet aan calligrafie. En die had van die losse, zeg maar, de penpunten. En daar wil die graag een houder voor. En toen ben ik gewoon een beetje gaan fantaseren. En toen heb ik een zilverkleurige boomstronk gemaakt. Met daarin allemaal openingetjes waar je dan dus die penpunten in kunt doen. En die zal ik eventjes hier ook in de foto laten zien, want die heb ik inmiddels al gegeven. En dat was een heel leuk project weer om te experimenteren van hoe groot moeten die openingen en hoe kan ik die het beste aanpassen. Het is een ontzettend leuk leerproces. De vorige keer liet ik een kastje zien en daar heb ik ondertussen een tweede van gemaakt. En dat is deze. Ik heb er bewust voor gekozen om de kleuren om te wisselen, zodat ik dus zwart met wit en wit met zwart had. En ik heb er een knoopje aan vastgemaakt, waardoor hij makkelijk open kan. En zo heb ik ook zitten spelen met een ring. Een ring waarop je verf kunt doen en dan kun je dus zeg maar verven en dan blijft je verf in de buurt. Een soort palet voor om je vinger. Die had ik trouwens online gevonden op Thingiverse. En dit was mijn eerste prototype van die penpunthouder. Dit was meer om te testen of de openingen de juiste breedte, de juiste diepte hadden en of het totaalplaatje toch de juiste hoogte had. En toen dat het geval was, toen kon ik verder met het echte ontwerp. Dit was een ontwerp daarvoor, daar waren de openingen te klein. Dus dat kleine testen, zeg maar. Vind ik trouwens ontzettend leuk bij deze kastjes, die opening aan de achterkant. De laatste paar weken heb ik niet zo heel veel meer met de printer gewerkt, want toen was mijn man eigenlijk ook zakelijk bezig al die onderdelen te printen voor de dino. En ik wilde me gewoon eventjes bezinnen van wat ik graag mee wilde maken. Waar ik wel erg actief mee ben geweest is wolverven. En als je mij op Instagram volgt, dan heb je waarschijnlijk al wat dingen voorbij zien komen. Maar nu wil ik ze graag ook hier in de podcast laten zien en er iets meer over vertellen. Ik wil straks nog een heel segment hebben met in de komende podcast aflevering. En in deze aflevering wil ik ermee beginnen. Is een aantal andere video's op YouTube noemen. Een aantal kanalen die ik graag bekijk.
Het zijn er best wel veel, dus ik wil ze niet allemaal in één aflevering noemen. Ik wil gewoon elke aflevering wil ik er een aantal uitlichten en daar iets meer over vertellen. En ik begin in dit geval met het Engelstalige. En de eerste die ik wil noemen is Chemnitz. Die heb ik al een keer eerder genoemd, maar zij plaatst heel veel video's over walverven. En, of garenverven kan ik beter zeggen, want ze verven verschillende soorten. En ik bekijk ze niet allemaal. Sommige onderwerpen spreken met mij iets meer aan. Als ze bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen gebruikt, bijvoorbeeld voedingskleurmiddel, dan kijk ik hem vaak iets sneller dan als ze bijvoorbeeld acid dyes gebruikt. Omdat ik zelf iets liever werk met voedselkleurmiddel. Maar nu had ze dus laatst een video gemaakt waarin ze suikersprinkels maakte. En wat je dan eigenlijk doet is je pakt gewoon wat suiker en daar meng je dus wat vloeibaar voedingskleurmiddel meng je daardoor. En dat laat je dan drogen op een schoteltje. En op dat moment kun je bijvoorbeeld in een strooibusje doen of gewoon in een bakje. En dan sprenkel je daarna die suiker op je wol in je pan. En op de natwol. En dan, doordat het hele kleine korreltjes zijn, krijg je dus een soort spekkels in je wol. Maar in die video noemden ze dus dat je het ook eventueel kon doen met citric acid. En nu heb ik in een ver verleden heb ik een keer een busje citric acid had ik meegenomen uit Amerika. Deze was tenminste houdbaar tot 2015. En daarvoor heb ik hem al gekocht. Dus deze stond al een tijdje in mijn kast en ik had hem toen eigenlijk aangeschaft voor een recept. En bij dat recept dan strooide je de citric acid op je appels om te voorkomen dat ze veel verkleurden. Dus dan daar had ik het dus eigenlijk voor aangeschaft. En er was ook een recept volgens mij voor bruisballen en dergelijke waarin je het gebruikt. Dus ik had hem toen voor verschillende doelen aangeschaft, maar dat, toen is er iets tussen gekomen. En dat busje die stond dus nog steeds bij mij in de kast. En dus daar zei van, hey, daar zou het ook misschien wel mee kunnen. En ik, nou, dan ga je natuurlijk uitproberen. Dus ik had wat kleurtjes had ik gepakt van mijn voedselkleurmiddel. Dat was van Wilton, dat was de Gel Colors. En ondertussen zie je ook even wat fotootjes waarin ik wat dingen heb gemixt. Dus die had ik gemixt, ik had ze laten drogen. Daarna ontdekte ik dat ik eigenlijk niet zo heel veel kleine bakjes had. Dus je raadt het nooit. Ik ging eerst kijken op het internet van hoeveel kosten kleine bakjes. Toen dacht ik, nou, misschien is er op Thingiverse ook nog wel een patroon voor de 3D printer om een klein doosje te maken. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus ik had mijn poeder en deze doosjes had ik gedaan. En daarna heb ik mijn wol heb ik klaargemaakt. En ben ik aan de slag gegaan. En mijn eerste strengen, daar ben ik nog steeds het meest blij mee. En dit was een wol die ik cadeau had gekregen van een goede vriend. Die had het meegenomen uit Noorwegen. Dit is de Smart van Sandnes Garn. En dit is dus, ik heb hier dus wat blauwe en wat groene en wat paarse spikkeltjes heb ik gebruikt. En dit is een sokkengaren. Tenminste, nee, het is geen sokkengaren. Het is gewoon 100% wol. En 50 gram is 100 meter. Dus dit is meer voor, eigenlijk voor mutsen en truien. Maar die had ik dus gemaakt. En ik had twee bolletjes gekregen. En dus het tweede bolletje die heb ik met andere kleuren gedaan. En die vond ik ook ontzettend geluk. Je ziet dus echt duidelijk de verschillende spekkels. En als je dus een wat hogere concentratie hebt en je drukt het aan met je vingers, dan krijg je dus ook een wat grotere hoeveelheid van die kleur op je bol. En als je dus heel voorzichtig strooit, krijg je dus heel zacht effect. Nou, dus dat was mijn eerste experiment. Nou, mijn zoontje, die leek dat ook wel leuk. En ja, voedselkleurmiddel is dus ook heel veilig om met kinderen te werken. Maar natuurlijk wel, had hij wat handschoentjes aan, want je vingers die worden wel heel snel vies.
En hij was ietsjes ruiger met zijn kleur. Dus niet zo van heel zachtjes strooien. Nee, dat was gewoon van wam, gooi op. Maar ik moet zeggen, het eindresultaat vind ik wel ontzettend mooi geworden. Iets minder spekkeleffect, maar wel heel mooi gekleurd door hem. Verder maken. Dit is een experiment. Maar ik doe met mijn mama. Mijn mama filmt het. Dus daarom zien ze het niet. Ik pak even deze brain. Doe dat vanaf. Dit is wel een beetje moeilijk. Ik pak een beetje brain hieruit. En ik doe dit daarop. Zo. Ik maak het zo mooi als ik er veel. Ja, je mag zelf kiezen wat je doet. Ik ga deze kleur even dicht doen. Met de dop. Oh, dat is de verkeerde dop. Hier is die dop. Wat heten ze jullie er wel? Dat is wel heel veel kleurpoeder, Alex. Dit is bar. Mooi. Nog een beetje mooier. Een lapzak. Oh, zie je die mooi naar water? En een beetje meer wordt. Maar hier. Zo. Een beetje meer. Hier zo een beetje rood. Oké, dat is fijn. Nu moet ik even een oranje. Een oranje bakje gaat hier. Zo. Hier nog een beetje groen weer. En dit is op een Zimba Fix van Schulerstahl. En dit is 80% superwash wool met 20% polyamide. En even kijken hoor. Hoeveel. Dit is ook een wat dikke garen. Kijk, die bolletjes, die, waarschijnlijk ga ik hier wandjes mee maken of sokken. Nou, hier is er nog niet helemaal uit wat ik voor hem van maken moet. Maar. Dit is dus van mijn zoontje. Ondertussen was ik natuurlijk ook bezig. En toen was ik een beetje meer gaan experimenteren met wat als ik de wol nu eerst een tint geef. En daarna van één kleur wat spekkels erop doe. En dat heb ik met deze twee strengen gedaan. Dit is een merino van Drops. De merino extra fine. En wat ik eigenlijk had gedaan, ik zou eerst maar één streng doen. Dus deze had ik al in de pan gedaan. Toen denk ik, nou, laat ik meteen maar twee doen. Dus omdat ik deze wat later in de pan heb gedaan, zie je dat er daardoor ook een kleurverschil is. Maar dat vond ik juist wel leuk. Dus dan heb je twee verschillende tinten. En daarna heb ik het dus nog weer wat spekkels opgedaan. En wat ik dan eigenlijk doe... En als je de spekkels doet, is het belangrijk dat je niet te veel water in je pan doet. Hij moet ietsjes er bovenuit steken, boven het water. En dan sprenkel je dus doofgemaakte korreltjes, die strooi je eroverheen. Je wacht even tot het in de wol is getrokken en dan draai je de streng om. Want de onderkant is dan natuurlijk nog helemaal wit, want daar is nog geen verf terechtgekomen. En daar breng je dan ook wat van die sprinkels breng je aan. En eventueel kun je dan nog even in de wol even iets uit elkaar duwen. Ik gebruik er tegenwoordig een zo'n houten van die eetstokjes gebruik ik daarvoor. Want die zijn lekker stevig en worden ook niet heet omdat het van hout is vaak. Maar dan trek ik de wol nog een klein beetje uit elkaar. Zodat aan de binnenkant waar het dan daar nog wit is, daar kan ik daar ook nog wat kleur aanbrengen. En daarna laat ik het dus nog even lekker een beetje stomen. Ik laat het tegenwoordig niet meer echt koken. Dan blijf ik het nog eventjes verhitten. En dan laat ik het rustig afkoelen. En ik heb nog twee andere strengen gedaan. Want ik had de smaak helemaal te pakken. En hier ben ik ietsjes anders te werk gegaan. Nog steeds wel met de spekkels. Maar omdat ik heel veel... Nu bleef de wol draaien en dan weer wat aanbrengen en draaien. Krijg je dus wel heel veel verschillende zachte kleuren blijf je erin. Omdat het elke keer maar een paar kleurspatjes zijn. Maar ik vind ze allebei ontzettend mooi geworden.
En dit is wol van Wooltops. Dit is 100% merino. En dit is 4ply 100 gram. Heel zacht. Deze is van nature lichtgrijs. En dat is een poldeel mix met silk. En ook deze is 100 gram en een 4ply. Dus die zijn meestal ongeveer 400 meter. Dus die zijn heel geschikt voor bijvoorbeeld een sjaal. Of ook voor een lichtgewicht trui. Mindere gewicht, minder geschikt voor mij voor sokken. Want ik merk dat ik heel slijtvaste sokken nodig heb. Als ik 100% merino zou gebruiken, dan heb ik er heel snel de gaten in. Ik heb wel echt een mix nodig. Of een garen die van zichzelf wat steviger getwijnd is. Of die een wat andere structuur erin heeft. Maar. Dus tot zover mijn verfavonturen. Ik ga binnenkort misschien nog wat anders uitproberen. Want ik kreeg nog wat vragen over hoe belangrijk de temperatuur is bij het verven. Maar ik weet nog niet wanneer ik daar dan toe kom. Maar als ik de volgende keer gelegenheid ervoor heb, dan zal ik denk ik daar wel een experiment mee doen. Ik ben voor deze aflevering trouwens het hele huis ben ik even door geweest. Want ik was op zoek of er nog andere plekken in het huis waren waar ik hem op kon nemen. Ik hoopte eigenlijk dat ik hem boven kon doen met natuurlijke licht. Dat bleek heel veel schaduwen te veroorzaken, dus dat kon helaas niet. Toen ben ik nog gaan experimenteren met een andere camera. Maar ik ontdekte op het moment dat die ging scherpstellen, dat je dan echt van die geluidjes hoorde. En dat vond ik toch wel wat vond ik een beetje afleiden. Dus dat heb ik. Dus uiteindelijk ben ik weer op hetzelfde plekje dus met dezelfde camera. Ik wil wel wat nog wat professioneler gaan werken. Ik zit aan te denken om een andere microfoon te doen, zodat het geluid nog iets helderder kan. Dus ik zit me nog wel mee een te kijken. Maar ja, op dit moment bevalt dit mij wel. Het enige wat ik nu hoef te doen is een speciale lamp die ik heb. Die verplaats ik. Die hangt normaal hier boven mijn hoofd. Die gebruik ik als ik heel veel licht nodig heb voor mijn projecten. En ook als ik een redelijk natuurlijk licht nodig heb. Want het is een redelijk neutraal licht, om het zo te zeggen. En die verplaats ik zeg maar van hier naar naar voor mij, waardoor het licht boven op mij schijnt, zeg maar. En ik plaats dan mijn telefoon op een statief. Maar ja, die blijft altijd wel een beetje om je heen kijken. Maar er zijn zoveel inspirerende video's op YouTube. En dus ik denk dat het ook wel een goed bruggetje is om wat te vertellen over andere kanalen die ik bekijk. En dan pak ik even mijn notities erbij, dat ik het allemaal wel goed zeg. Ik wil deze keer dus wat Engelstalige noemen. En dan in elke komende aflevering wil ik wat andere noemen. En een favoriet van mij is Vollenwein. Dat is een Amerikaanse dame die hele mooie video's eigenlijk maar altijd maakt. Ze gebruikt professionele apparatuur. Ze heeft ook speciale lampen. Heeft ook een opleiding ervoor gedaan. En dat zie je eigenlijk ook wel terug. De achtergrond is wat onscherper, zeg maar, waardoor je haar goed ziet. Ze let ook op met de aankleding van de achtergrond. Nou, en er viel me zelfs mijn man op, want die luistert half mee. Als hij dan er langs loopt, dan ziet hij wel eens wat ik aan het kijken ben. En het viel hem altijd op als ik die video's bekeek, dat die toch altijd opvielen dat ze er heel mooi gefilmd uitzagen. Maar dat is dus Vollenwein. Ik zal de links van de kanalen zal ik bij de opmerkingen plaatsen. Ze is een. Het lijkt me ook leuk om iets meer te vertellen. Dus van waarom ik bepaalde kanalen kijk naar deze. Dus omdat ik sowieso de video's erg mooi vind. Maar ook omdat ze een gevarieerd aanbod heeft. Ze verft zelf wol. Daar heeft ze een klein bedrijf in. Maar ze ontwerpt ook patronen. Ze laat heel veel mooie projecten zien. En ze is ook niet bang om met een project te stoppen of uit te halen als het niet lukt. Maar ze mag ook heel graag naaien. En ze heeft een interesse in kleding uit de Edwardian kledingperiode. Dus dan zie je dus echt een compleet andere stijl dan ik zelf echt interesse in heb. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien wat zij dan maakt. Als ze dan bijvoorbeeld zo'n mooie klassieke rok heeft gemaakt of een mooie jurk uit die periode. Dat is wel ontzettend mooi om te zien. Dus daar kijk ik altijd met veel plezier naar.
Maar die, dat is dus een volgende vine. Dan kijk ik ook altijd met veel plezier naar Insight nummer 23. Ze heeft niet heel veel recente aflevering, maar ze heeft nog genoeg op haar kanaal staan. Dus je kunt altijd misschien wat oudere afleveringen bekijken. Deze dame besteedt ook heel veel aandacht aan hoe ze de video's maakt. Haar laatste paar video's heeft ze ook een soort voice-over. Dat klinkt net of het zo'n natuurfilm is. Als het dan bijvoorbeeld aan het... ze was toen zo'n vest aan het maken van dat je hem zeg maar stiekt. Dat je hem doorknipt en dat je hem dan afwerkt. Nou, dat had ze heel mooi gedaan. Ik weet zo niet meer welke aflevering het was, maar het was van mij een van de laatste 2 of 3. Maar het staat vast wel in de omschrijving. Maar ook dat ze, die mag dus ook heel veel variaties. Ze mag graag breien, haken, naaien en dergelijke. Maar ja, op dit moment is ze niet zo heel veel actief. Daar is, wat ik van begreep, heel wel aan de hand op dit moment in haar persoonlijke situatie. Maar als ik dus van haar een video zie, dan ga ik die ook meteen kijken. Want ik vind ze heel prettig om die te zien. Dus... De volgende die ik is weer een compleet anders van video is Ninja Chickens. Is een wat meer natuurlijke manier van filmen. Ze filmt ook heel vaak buiten. Ze heeft een hele grote tuin rondom haar huis. En hun huis hebben ze ook zelf gemaakt. Dus ze doet heel veel met natuurlijke wolverven. En ook dat je bijvoorbeeld de bloemen en de planten direct op... zijde of op een sokblank of op een broek aanbrengt en dat je die dan op die manier die afdrukken van de bloemen erin krijgt. En het is eigenlijk heel fascinerend en ze doet ook vaak rondleidingen door haar tuin, want ze groeit, al die planten die heeft ze dus in haar eigen tuin laten ze die groeien. Dus ze heeft indigo planten, maar ook al die goudsbloemen en nou noem maar op, alle bloemen die ze dus gebruikt, die groeit ze en die droogt ze en die ze, nou echt heel gevarieerd dus. Ze vertelt ook wat over haar gezin vaak en het is, ik vind het gewoon hele prettige afleveringen om te kijken door de variatie, door het aanbod. Ze is ook heel politiek betrokken, dus heeft elke aflevering vertelt ze ook wel iets over de situatie die aan de hand is op dat moment. Dus ook zeker van mij betreft een aanrader. Waarvan ik niet altijd alle afleveringen bekijk, maar ik ben er wel op geabonneerd. Omdat ik ook graag als een soort naslagbibliotheek gebruik. Dat is Very Pink Knits. En die heeft heel veel duidelijke instructievideo's van hoe je bepaalde steken of bepaalde technieken moet doen. En die heeft ook heel vaak giveaways. Maar die heeft echt een hele rustige manier en duidelijk. En als je dan denkt van, hé, hoe zou dat moeten? Dan is vrij vaak, heeft ze wel een video hoe, dat, hoe je dat het beste kunt doen. Nou, een andere Engelstalige is Little Bobbins. Ook de laatste tijd niet zo heel veel actief. Maar haar oudere video's zijn natuurlijk nog beschikbaar. En zij, haar video's zijn altijd heel rustig en sereen. Ja, gewoon als je daar video's bekijkt, dan word je gewoon vanzelf rustig. Ze heeft altijd hele mooie video's. Ze kan ook heel snel breien. Ze heeft al heel veel mooie projecten laten zien. Dus als er van haar dus inderdaad een video oppopt. Laatst had ze bijvoorbeeld nog wat materiaal gevonden van Vlogmas van vorig jaar. En ook al was het toen bijvoorbeeld in juli, had ik nog steeds zoiets van, oh, die ga ik eventjes kijken. Omdat ik gewoon prettige video's vind om te zien. Nou, dan denk ik dat ik er voor deze aflevering even een paar genoeg heb genoemd. En zoals ik al zei, de volgende aflevering, dan heb ik er nog meer op mijn lijstje. Het is dus zo dat als ik op een kanaal geabonneerd ben en een video spreekt me meteen aan, dan zet ik hem altijd op mijn kijklijst. Ik ga, en als het, dus een van de, als het echt van een van mijn meest favorieten is, dan kijk ik hem vaak meteen. Maar meestal komt hij dus op mijn kijklijst terecht. En die kijklijst, als ik dan een momentje heb om te kijken of een momentje om te breien, dan kijk ik in mijn kijklijst en dan begin ik gewoon te kijken op volgorde zoals ik ze in heb gezet. En als mijn interesse even anders is, dan verandert het nog wel eens de volgorde. Dus dat raad ik sowieso aan. Als je denkt van, hey, ik wil wat meer video's kijken, voeg ze dan bijvoorbeeld eerst toe aan je. Voor mij is die later bekijken.
En dan heb ik nog een aantal andere kijklijsten heb ik gemaakt. En die kun je zowel privé als openbaar zetten trouwens. Maar dat zijn dan kijklijsten. Ik heb bijvoorbeeld eentje met de naslag van vezels. Dus dan als ik dan een video zie, bijvoorbeeld van Very Pink Knits. Als ik bijvoorbeeld een video zie van Very Pink Knits en denk, hey, wat een interessant onderwerp. Maar ik denk niet dat ik er op dit moment iets mee ga doen. Dan zet ik hem als een linkje in die kijklijst. En dan, als ik dan later een momentje heb, dan kan ik hem makkelijker terugvinden. En zo heb ik een aantal van die lijsten. Ik heb er eentje bijvoorbeeld voor papier en dergelijke ook. Dus, en eentje met inspiratie, nou, noem maar op. Ik heb dus, dat vind ik zelf wel prettig. Want omdat ik van best wel veel kanalen geabonneerd ben, is het soms lastig om dan een video terug te vinden. Vooral als ik dan niet meer precies weet welke wie hem had geplaatst. Want ik heb bijvoorbeeld ook heel veel papierhobby. Video's die ik volg. Als jullie dat interessant vinden, laat er sowieso even een opmerking achter. Want dan in een van mijn komende afleveringen zal ik er daar ook even een aantal van noemen. Tot zover dus een selectie van alle video's die ik bekijk op YouTube. Nou, dan heb ik nog wat kleine projectjes gedaan. Mijn moeder die wilde graag een telefoonhoesje voor haar verjaardag. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En toen leek het me wel leuk om mijn goudpen weer eens uit de kast te pakken. Dat is een speciale hittepen. En daarmee kun je op diverse materialen kun je goudfolie aanbrengen. Was al een tijdje terug dat ik het had gedaan. Dus het was eventjes wel weer een drempel waar ik over moest met van hoe moest het ook alweer. Maar uiteindelijk is het wel een acceptabel resultaat geworden. Dat vind ik wel heel leuk geworden. Dus daar ben ik mee aan de slag geweest. Ook ben ik bezig geweest met het aanpassen van een trouwjurk. En ik denk zodra daar iets meer... Het is niet een trouwjurk voor iemand die gaat trouwen, trouwens. Het is een oudere trouwjurk die aangepast moest worden voor een speciaal project. Maar het was een hele kleine aanpassing eigenlijk. Ik hoefde eigenlijk alleen de rug aan te passen. En de mouwen eruit. Oh, eigenlijk best wel ding. Nou, in ieder geval, het was dus een trouwjurk van, laten we zeggen, 30 jaar terug. Met van die mooie plofmouwen. Dus die plofmouwen die waren eruit gehaald. Zodat eigenlijk alleen een kantenlijfje overbleef. En daarna hebben we de rug, hebben we de rits eruit gehaald. En we hebben een vetersluiting erin gedaan. Maar zodra daar iets mee gedaan wordt. Dus er bijvoorbeeld wat foto's van gemaakt zijn. Dan laat ik die waarschijnlijk in een komende aflevering zien. Nou, en toen, ik zei net al even een klein beetje dat ik wilde graag een vest gaan breien. Maar ik wist nog niet welk patroon. Nou, ik had dus eigenlijk zoveel keuzestress dat ik denk, ik ga eventjes compleet iets anders doen. En dan moet ik even naar achteren hier. Dat was een klein beetje verstopt. Laatst was ik mijn borduurpakketten aan het uitzoeken. En toen was ik een beetje kritisch gaan kijken van welke zal ik nooit gaan maken en welke ga ik wel maken nog. Met je smaak verandert natuurlijk ook. En dat ik echt heel actief beduurde was ongeveer 20 jaar terug. Dat klinkt best wel lang als je het zo... Daarna beduurde ik wel af en toe, maar dat was echt de periode dat ik heel veel beduurde. En ook aardig wat materiaal had aangeschaft. En deze had ik eerst in de stapel met weg te geven. Want ik heb toen een groot aantal pakketten op diverse manieren weggegeven. Zodat dat ze toch gebruikt zouden worden. Want het zou toch jammer zijn als zoiets gewoon in mijn kast bleef liggen. Maar deze had ik toen al op die stapel gedaan. En later denk ik, hé, maar dat is eigenlijk toch wel erg leuk om zelf te maken. Dus toen ik me eigenlijk een beetje zoiets had van wat zal ik nu eens gaan maken, heb ik deze erbij gepakt. En dat is dus een pakketje uit 1999. Dus die heeft maar 21 jaar in mijn kast gelegen. In het doosje zat alle materiaal. Ik heb zelf een paar gaartjes had ik geponst hier om de draden aan vast te doen. Dat vond ik eigenlijk wel... Zoiets had ik gezien bij een ander pakketje. Dat vond ik eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga nog niet helemaal verklappen. Er zat dan... het patroon zat erin uiteraard. En ook de instructies om hem in elkaar te zetten. Dat is wel een redelijk duidelijk patroon. En er zat een gold-plated naald zat erbij. Dat vind ik zelf altijd wel prettig. Want ik merk dat als ik heel lang borduur met een gewone naald,
dan, en de naald is van iets mindere kwaliteit, dan gaat het altijd een beetje stinken met mijn vingers. Ik weet niet waar dat aan ligt. Maar de goldplaters, die blijft, ja, daar kun je heel weinig gezien, maar je moet eigenlijk geloven, hier zit een goldplated naald op. Maar met die goldplated naald heb ik niet zoveel last. Nou, en dan zat er dus wat, dit is nog wat ik over heb. Een klein strengetje van de borduurgaren. En ik heb nog redelijk wat van de metallic garen bij, wat erbij zat. En ik zal ondertussen even wat foto's laten zien van alle processen. Want het is borduurlinnen wat erbij zit. Dat was voor mij even wennen. Want ik borduur meestal op Aida. En dat is heel makkelijk, want dan zijn de gaatjes heel duidelijk waar je in moet steken. Je hebt blokjes en zo. En deze moet je dan over twee draadjes heen. En dan als je naar je volgende gebiedje toe gaat, is het wat lastiger tellen. Maar het is gelukt. Dus ik had maar één foutje gemaakt en die is nog niet eens zichtbaar, want die zit verstopt onder de strik. Dus het foutje zit hieronder. Daar heb ik eentje iets per ongeluk laten verspringen, één blokje. Maar het is een mooie mix dus van de kleuren en er zitten wat leuke accenten in goud en in zilver. Sommige zijn gemaakt met één goud en één zilverdraadje. Maar je borduurt dus eerst het hele patroon en je borduurt ook twee lijnen, gewoon met stiksteek. En de een is dan zeg maar je naailijn en de andere is je kniplijn. Nou heb ik niet precies bij de kniplijn geknipt, ik heb besloten om het één of twee draadjes naast te doen. En in het patroon raadden ze aan om met de naaimachine het in elkaar te zetten. Dat heb ik ook gedaan. Dus dan alle patroon. Je hebt dan zeg maar de groene achterkant en je hebt nog een soort vlieseline. Gewoon een naaivlieseline, niet een plakversie. En die naaien ze in elkaar. En dat vond ik dan aan de ene kant wel lastig, want ik had natuurlijk die hele groene steek. Maar door die voorlijn kon je die niet helemaal goed zien. Maar het is gelukt. Door even net iets toe te drukken kon ik dan zien waarbij ik langs moest naaien. En daarna zet je dus het hele sokje in elkaar. En er zat er ook speciaal draad bij om het koordje te maken. Dat is een langere draad. En dan had ze ook een hele mooie instructie erin hoe de draad te maken. Dus dan heb ik het koordje gemaakt. Die heb je dus met de hand, met een rood draadje helemaal rondom. Dus mocht je dan bij naaien toch bijvoorbeeld dat je nog ietsjes van het groen ziet van die stiksteek, dan is dat gewoon helemaal mooi afgewerkt. En dan tenslotte zit er ook materiaal bij voor, oh ja, en dit is ook nog onderdeel dus van het koordje. Het is gewoon echt allemaal heen geheel. Je begint hier boven zo en dan ga je rond. En dan ga je deze kant op en, wacht even hoor, nee. Je begint hier. Dan ga je bij de sok langs, dan ga je voorlangs, achterlangs en dan maak je zeg maar die lus. En daarna werkte je zeg maar het uiteinde van die lus, werkte je dan weer af met de strik. En er zat dan ook een speciaal DMC dingetje bij. Daar staat dan wel de datum op van 1999, maar ik heb besloten om zelf 2020 erop te zetten. En ja, toch wel een soort herinnering aan dit jaar. Met al zijn bijzondere gebeurtenissen, zeg maar. En ik heb dus gewoon zelf net zo lang getekend tot ik een 2 en een 0 had die, waar ik tevreden over was. Waardoor die toch wat actueler is. Maar dat was gewoon een ontzettend leuk project om aan te werken. Net groot, net klein genoeg. Hoe moet je zeggen, net het juiste formaat om even zo aan te werken een paar avonden. Er zit één steek in die ik eigenlijk niet zo prettig vind. Maar die in dit geval wel ontzettend goed is gelukt. En dat is de French Knot. En ik moet zeggen dat die op dit materiaal wel ontzettend makkelijker is om te doen dan op Aida. Op Aida is dan eigenlijk het gaatje iets te groot voor de steek. En dan wat je eigenlijk doet is je pakt je naald en je draait je draad er een paar keer omheen en dan steek je weer terug door hetzelfde gaatje. Dus wat ik op Aida al vaak deed is dat ik even een klein beetje ernaast stak, waardoor het beter bleef zitten. Maar deze gaatjes waren ontzettend prettig om de French Knot in te doen. Dus deze gingen eigenlijk heel makkelijk. Toen was die klaar en toen denk ik, nou eigenlijk wil ik wel heel graag
weer gaan breien. Maar ik weet nog steeds niet welk vest en welke wol en welk garen ik wil gebruiken. En toen ging ik even bij mijn patronen kijken. En toen kwam ik dit patroon tegen. Schaapje, schaapje. En dit is een patroon van Aya Handmade. En dit is... ik had toen niet helemaal goed gelezen trouwens wat ik nodig had. Want nu blijkt dus dat je voor dit patroon gebruik je 100% wol die verviltbaar is. En ik heb heel veel wol, maar die zijn meestal superwash. Maar gelukkig ontdekte ik dat ik toch... want je moet natuurlijk een bepaalde dikte hebben. Want anders wordt je tasje veel groter of veel kleiner. En toen kwam ik deze twee tegen. En die had ik al een keer gebruikt, dit type. En toen was inderdaad het eindproduct per ongeluk gekrompen en verveeld in de was. Dus ik wist dat die geschikt was. En dat is de Drops Big Delight in een verloopgaren. En dan had ik een ietsjes dikker wit garen. En dat is gewoon... Dit is een ietsjes dikker wit garen Alaska van Drops. Van deze had ik iets meer dan één bolletje nodig, omdat ik natuurlijk afweek van het patroon. En het patroon noemen ze een heel ander product. Dan hebben ze het over ledlopie, maar die had ik niet beschikbaar. En ik wilde juist een project waarbij ik wat kon gebruiken wat ik thuis had. En ik wilde meteen beginnen. Kijk, zodra ik had zoiets van, hey, die kan ik wel gaan maken. Toen wou ik meteen ook beginnen. Dus, maar deze twee die combineren wel aardig goed. Ondertussen is hij verveeld. Dus ik zal eventjes wat foto's invoegen van voor de tijd. Je begint met de bodem. Die ziet er nu zo uit. Ik moet zeggen, ik vind het verveelten vind ik heel mooi zacht effect. De kleuren lopen nog ietsjes beter in elkaar over van het verloopgaren. Waardoor ook het witte garen beter... dat je het patroontje nog steeds kunt zien. Kijk, want in een voorbeeld hadden ze natuurlijk twee kleuren gebruikt die ontzettend veel contrast hadden. En hier zat ook een hele lichte baan in. En ik was eigenlijk bang dat je daardoor de patroontekening minder goed kunt zien. Maar ik moet zeggen, ik kan er nog steeds twee schaapjes van maken. Maar de onderkant is sowieso ontzettend mooi. En, maar daar begin je dus... En dan ga je daarna, pak je steken op, ga je rondbreien, ga je minderen, waardoor je de vorm van de tas krijgt. En het patroon is op sommige punten heel erg duidelijk, met ook de reden waarom je bepaalde steken en zo doet. En ook worden er instructies ingegeven van hoe je rits erin zit en dergelijke. Nou. Dat kan ik er even over vertellen zonder dat ik iets... je ziet het meerdere pagina's, dus er zitten duidelijke tekeningen zitten erin. Omschrijvingen, wat aanwijzingen en tips en dergelijke. Maar ik heb even gekeken bij wat oudere ritsen die ik had. En ik heb dus uiteindelijk... die rits die zet je dus met de hand zet je die erin. En die heb ik op verschillende manieren vastgezet. Ik heb hem eerst even zeg maar meer geregen. Dus dat hij, op een goede plekje erin zit. En dan moet je hem ook niet te los erin zetten. Want dan gaat hij zeg maar een beetje dit doen. Een beetje wobbelen. Dus dat hij mooi strak zit. Dat hij ook makkelijk heen en weer gaat. En daarna heb ik nog even langs de bovenkant en langs de onderkant. Heb ik hem ook nog eventjes wat steviger vastgezet. Met een restje wol. Heb ik hier de uiteinden van de rits een soort stoppers gemaakt. Waardoor, omdat ik zeg maar, de rits afgeknipt had, zat de natuurlijke stopper er niet meer op. Dus die heb ik opgelost door daar met wol even een paar keer overheen te gaan. Waardoor die nu toch op dat moment stopt. Van wat ik toen nog over had aan de wol. Want ik had van de wit dus iets te weinig. Dus ik heb ongeveer een kwart bolletje denk ik nog gebruikt. Ik zat ongeveer hier en toen ontdekte ik dat ik net tekort kwam. Maar van die ene bol, van die Big Delight, had ik ruim voldoende. En toen heb ik dus ook nog dit leuke pluizige pomponnetje eraan vastgemaakt. En ik heb ook een draagkoordje heb ik gehaakt snel. En die heb ik met de hand een beetje verveeld met een beetje zeep en wat wrijving en water. En ik moet zeggen, de binnenkant vind ik eigenlijk ook ontzettend mooi. Even kijken.
Okay, want dat is wel het voordeel, want als je hem daarna gaat verfilten, alles wordt wat stugger, dus je hoeft eigenlijk geen voering erin te doen. Maar ook al die losse draden, ik had ze ook al af en toe vastgezet hoor, gewoon om ervoor te zorgen dat het niet ging trekken, zeg maar. Ik zal eventjes omkeren. Dan kun je even beter zien. Maar je ziet dat al die draden, die worden dan heen geheel. Je hebt niks meer wat uitsteekt. Ik zei eigenlijk al dat ik vond dit ook al ontzettend mooi trouwens, dit effect. Dus nu heb ik voor mezelf weer een leuk projecttasje. En het was gewoon ook weer een leuke techniek. Want er staan dus ook tips in hoe je het beste kunt verfilten en dergelijke. Dus dat is het schaapje patroon. En in dat tasje had ik een nieuwe aanschaf. Ik heb van elke kleur heb ik 2 bolletjes. Want ik zat ondertussen ook te kijken naar babytruitjes en babyvestjes. En toen kwam ik een patroon tegen waar ik even nu niet op de naam kom. Dus die zal ik even op het scherm zetten. En ik zal ook even een foto invoegen van een voorbeeldfoto. Maar dat is dus met 3 kleuren met streepjes. En ik denk dat deze 3 daar wel een heel geschikt daarvoor zou kunnen zijn. Nou, dat waren de projecten die ik je graag deze keer wilde laten zien. Heb je vragen of opmerkingen, laat ze gerust achter onder bij de opmerkingen. Je mag me ook e-mailen. Mijn e-mail en andere manieren om contact met me te zoeken, die staan onderin bij de opmerkingen. Als je het dus leuk lijkt om die giveaway te doen, laat dan even hieronder een opmerking achter voor 15 september. De winnaar die maak ik waarschijnlijk dan bekend als een losse story, ja, zeg maar, in het YouTube kanaal. En anders vertel ik het in de komende podcast. Dus tot zover wat ik je graag wilde laten zien en wat ik wilde vertellen. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag weer een volgende keer.